De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar stijgt elke dag. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen van de verschillende producten ook regelmatig. Voor de US-dollar werd vandaag 8 SRD en 45 cent gevraagd en voor de euro 9 SRD en 45 cent. Volgens Winston Ramotarsingh, voorzitter van de Vereniging van Economisten, kan de koers wel omlaag worden gebracht, maar zal dat niet makkelijk gaan. We hebben een liedje toch? Omlaag, 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 omlaag. We kunnen het blijven zingen de hele dag, maar dat niet, ja, moet je daar Parijs. Ja. Er zullen echt concrete factoren moeten zijn om die koers omlaag te brengen. Dat wil zeggen, we moeten meer dollars hebben of minder SRD. Want die koers is een spanningsveld tussen SRD beschikbaar en dollars beschikbaar. En we hebben steeds meer SRD en steeds minder dollars, met gevolg dat die koers omhoog is gegaan. Als dat niet verandert, en het is niet aannemelijk dat het op korte termijn verandert, dan gaat die koers niet omlaag gaan. Al zingen we de hele dag. Hoewel het heel moeilijk is om aan dollars te komen, blijft de koers stijgen. Ramotarsingh zegt dat er twee redenen hiervoor zijn. Eén is objectief. Er zijn gewoon, we verdienen gewoon minder dollar. En de overheid, laat me dat even met u behandelen. Die overheid is de belangrijkste aanjager van de zoek naar dollars. Die overheid, ondanks alle mooie verhalen van het ministerie van Financiën, blijft elke maand 120 miljoen SRD, in de samenleving pompen. Meer dan wat ze verdient, stoppen ze in die samenleving. Dat is nog afgezien van de schulden die ze maken. Ja. Het is verbazingwekkend wat er allemaal aan onderhandse leningen, onderhandse aanbestedingen gebeuren. Maar feit is, er wordt steeds meer SRD door de overheid uitbetaald. En die ontvanger van die SRD, die gaan dollars zoeken. Ja. De tweede factor is natuurlijk een subjectieve factor. Dat is vertrouwen. En ik kan u zeggen, met iedereen met wie ik praat, niemand heeft meer vertrouwen in het beleid van die overheid. Iedere keer komt het ministerie van Financiën met leuke verhalen over het gaat binnen 6 maanden voorbij zijn. En iedere keer blijkt dat de cijfers, blijkt dat de verhalen onwaar zijn. Dus het vertrouwen dat het morgen beter gaat, is weg. Ja. Wat zou u doen als u wat SRD over had? U zou ook zeggen, kom ik zoek aan Dalla. Ja, klopt. Het is een heel menselijke reactie. Het is niet goed voor ons, maar mensen beslissen voor zichzelf. En die overheid weet dat. Dus daarom, de enige manier om stabiliteit te brengen, en dat weet men echt wel hoor, is om te zorgen dat die overheid minder uitgeeft. Winston Ramotarsingh, voorzitter van de Vereniging van Economisten. Hij gaf gisteravond in het programma Panorama aan dat de wisselkoers omlaag gebracht kan worden, maar dat het niet makkelijk zal gaan. De Centrale Bank van Suriname heeft in een persverklaring aangegeven dat er geen reden is voor paniek. Er wordt een beroep gedaan op de gemeenschap om de jacht op de vissen na te laten. Als men blijft jagen op vreemde valuta, dan zal de koers zeker op hol slaan en zal iedereen de effecten daarvan ondervinden. De Centrale Bank zegt dat de ontwikkelingen die zich manifesteren op de valutamarkt voornamelijk worden gedreven door speculatie. De snelle koersstijging vindt volstrekt geen rechtvaardiging in de huidige economische fundamenten. Tot die bevindingen kwam een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de algemene banken en de vereniging van cambiohouders, die door de president van de Centrale Bank, Glenn Gersy, is geïnitieerd. Het overlegorgaan zal 2 keer per maand bij elkaar komen om knelpunten te bespreken en te proberen de rust op de valutamarkt terug te brengen.